Telstar heeft een lekkere week achter de rug met overwinningen op Go Ahead Eagles en Volendam. Nu op bezoek op Berg en Bos, waar het stevig waait, maar best goede voorzetten gegeven kunnen worden. En lekker afgerond ook door Johan Plat. Na een klein half uur Telstar op voorsprong. De 15e tegengoal alweer van Postma, de doelman van AGOVV in 5 wedstrijden. Het gaat niet zo lekker bij de Apeldoorners. Dan de tweede helft als Wouter de Vogel er vandoor is. Die zoekt een afspeelmogelijkheid. De bal via de hiel van Postma over de lijn, zegt de grensrechter die Jochem Kamphuis assisteert. 0-2 dan voor de Noord-Hollanders. En hij meent die bal over de lijn te hebben zien gaan. Gaan we even controleren. De Vogel, of hij op doel schiet of een voorzet geeft, is niet helemaal duidelijk. En jawel, hij is er overheen. En dus staat de AGOVV opnieuw op een dikke achterstand. Nadat afgelopen maandag Helmond Sport hier al met 1-4 terug naar Brabant vertrok. Maar in de tweede helft herstelt AGOVV zich als Hemmen alleen op Varkenvisser afgaat. En de bal redelijk simpel binnenschuift. 1-2 en Hemmen beseft dat de Blauwen dan haast hebben. 2 punten maar gehaald uit de afgelopen 5 wedstrijden. De ploeg van Hans de Koning. Dan Wille met een bewussie. Iedereen verwacht een voorzet, maar de bal vliegt zo in de verre hoek. En zo knokt AGOVV zich terug van een 0-2 achterstand naar een 2-2 gelijke stand. En kan er dus nog van alles. En bewust was hij. Mooie goal van Julius Wille. Poortvliet ziet zijn ploeg dus een comfortabele voorsprong uit handen geven. Slotfase van de wedstrijd dan, als duel allebei de kanten nog op kan. De Vogel met de voorzet. Hemmen, die helemaal mee terugverdedigt, verdedigt dan uit. En dan dit schot uit de tweede lijn. Kansloos toch? Nee, want Postma gaat verschrikkelijk in de fout. We schrijven 90+1. Als de ervaren aanvoerder verschrikkelijk in de fout gaat. En de treffer uiteindelijk op naam komt van Hoek. Maar de aandacht toch uitgaat naar Postma. 35 meter, zoiets. Ja, er is wind, maar dit mag nooit gebeuren. En in plaats van een punt wordt het helemaal niks voor de ploeg van Hans de Koning. Er leek een punt overgehouden te worden, maar met dank aan Postma gaat Telstar met de volle buit naar huis.